ben hier vandaag bij mijn oude club. Ik heb dit keer geen zwembroek mee, maar we gaan kijken naar hoe duurzaam het hier is en vooral ook of het duurzamer kan. Dus ik heb afgesproken met een duurzaamheidsexpert en die gaat me helpen. Dus ik ben benieuwd. Hey Ferry. Ik hoorde dat jij me vandaag ging helpen met de duurzaamheid bij mijn oude vereniging. Ja, klopt. Bij de Otters staan we. Dus laten we maar naar binnen gaan en kijken hoe het ervoor staat en wat er misschien nog beter kan. Het leuke is eigenlijk ook dat ze hier best wel goed bezig zijn met duurzaamheid. Ze hebben er heel goed over nagedacht. Eigenlijk van buiten naar binnen, want je wil zorgen dat je in eerste instantie zo min mogelijk verbruikt aan energie. En als je het dan toch verbruikt, wil je dat zo slim mogelijk doen en eigenlijk zo min mogelijk doen. Dus zozeer is van alles. Ja, we staan hier in de gang. Je ziet eigenlijk verschillende dingen. Het glas is inderdaad, dat klopt. Dat is gewoon hartstikke dik dubbelglas geïsoleerd. Dat zit gewoon goed in elkaar. En als je naar boven kijkt, dan zie je ook de verlichting. Het is allemaal LED-verlichting. En dat is door het hele pand gedaan. Dus in het zwembad, in de gangen, in de onderhoudsruimtes. Overal hangt LED-verlichting. En als je bedenkt dat hier vroeger van die hele grote TL-bakken hingen die de hele dag lang licht gaven, is dat best wel een maatregel. Ja, en voor de rest, er zijn heel veel dingen hier die misschien minder opvallen. Dus ze hebben een warmte-krachtkoppeling voor de energie die nodig is om dit hele gebouw te verwarmen. Nou, het is een enorme hoeveelheid water die natuurlijk op temperatuur gebracht moet worden. Alles wat er aan warmte hier rondhangt, dat wordt opnieuw gebruikt om het pand te verwarmen en het water te verwarmen. Wat heel leuk is en wat super efficiënt is, is dat alle warmte die ontstaat en die vrijkomt, dus die uit het bad komt en opstijgt, wordt eigenlijk ook weer hergebruikt. Dus ze hebben daar best wel een mooi systeem mee gecreëerd dat super efficiënt werkt. Tof om te horen dat er toch al zoveel is nagedacht over de duurzaamheid. Ook al is het bad eigenlijk al 14 jaar oud of zo. Zullen we nog even verder kijken in het bad, wat er nog meer gebeurt op het gebied van duurzaamheid? Ja, is goed. Ja, maar wat is nou de beste manier om energie te besparen? Ja, dat is ook best wel een goede vraag. Eigenlijk de makkelijkste manier is natuurlijk gewoon energie die je niet nodig hebt niet gebruiken. Als je het wel gebruikt, doe het dan zo goed mogelijk. Gebruik zo min mogelijk. En alles wat je echt nodig hebt, ja, dan moet je kijken hoe je dat zo duurzaam mogelijk kan maken. En hoe gaat het dan met zo'n ding bijvoorbeeld, om even een voorbeeldje te noemen? Die wordt nu nog verwarmd door aardgas, door een ketel die boven staat. En in de toekomst kan dat misschien wel door waterstof gebeuren. En dat is een mooi voorbeeld van hoe je dezelfde energie gebruikt, maar dan duurzaam. Maar hoe doen ze die duurzaamheid nou eigenlijk rondom al het water hier? Ja, goed punt. Het moet allemaal verwarmd worden. Het kost superveel energie. Leuk voorbeeld. Tijdens corona waren hier natuurlijk veel minder mensen. En toen hebben ze ervoor gekozen om de temperatuur 4 graden te verlagen. Waardoor er veel minder energie nodig is om het water warm te krijgen. En goed voorbeeld van hoe je door slim nadenken minder te verbruiken heel veel energie kan besparen. Zo, waar zijn we nu? Ja, laten we zeggen het hart van dit zwembad. Niet het bad, maar de machinekamer. Met hier achter ons de warmte-krachtkoppeling, de WKK, waar we het eerder over hadden. Ja. Die eigenlijk zorgt voor alle elektriciteit en warmte in dit pand. Maar wat zijn dan die kleinere kasten hier? Dit zijn eigenlijk de ketels. Ja. Zoals je die thuis ook hebt hangen. Een cv-ketel eigenlijk. En deze ketels nemen het over als deze het niet aan kan of als deze uitstaat. En ze draaien eigenlijk ook gewoon nog op aardgas, net zoals bij jou thuis. Het leuke is wel dat we ontwikkelingen zien waarin dit soort ketels in de toekomst kunnen gaan draaien op waterstof. Onder andere Remea is daarmee bezig. Dus dan heb je een CO2-neutrale verwarming in je huis. Nou Ferry, we hebben het net al even over waterstof gehad. Ja. En we staan nu bij de waterstoffiets. Dus ik zou zeggen, neem plaats en dan kunnen we het nog een beetje meer hebben over waterstof en wat het precies is. Oké, en wat doet deze waterstoffiets dan? Wat deze fiets eigenlijk doet, is die laat heel goed zien wat waterstof is en hoe het werkt. En wat je in feite doet, is doordat je trapt, wek je energie op. En met die energie, met die elektriciteit, wordt aan die kant van de fiets wordt water omgezet in waterstof en zuurstof. Dat wordt vervolgens hier weer bij elkaar gebracht. En door aan de ene kant de waterstof en aan de andere kant de zuurstof, wordt via deze cel weer energie opgewekt, elektriciteit. Wordt omgezet in elektriciteit. Ja. En die elektriciteit, die drijft deze auto's aan. En wat gebeurt er dan als ik stop met fietsen? Dan blijven die auto's gewoon doorrijden. Je hebt eigenlijk door middel van dat fietsen, heb je hier een batterij opgeladen door middel van die waterstofcel. En deze auto's kunnen net zo lang rijden tot die batterij op is. Dat is handig. Als jij nou maar gewoon blijft fietsen, dan kan ik hier de hele dag blijven staan tot de auto's niet meer rijden. Dan gaan we lekker fietsen. Ja, precies. Zo Dirk, heel bedankt. Het was echt tof om het zwembad een keer op een andere manier te bekijken.
En om ook een beetje wat informatie erachter te horen. Dus dat was leuk. Ja, nee, het is niet altijd even zichtbaar en ook niet altijd even makkelijk. En het is ook leuk om een keer met jou doorheen te lopen. En goed om te weten dat NOC-NSF heeft een programma voor verenigingen om te helpen verduurzamen. Dat doen ze in een 5-stappenplan. Ga je eigenlijk van energiescan, plan van aanpak, beste deal, keuze van de partij en uiteindelijk natuurlijk de realisatie van die duurzaamheidsmaatregelen. Nemen ze je helemaal doorheen. En ik denk dat verenigingen in sommige gevallen dat steuntje best goed kunnen gebruiken. Wil jij aan de slag met verduurzamen bij jouw sportclub? Kijk voor meer informatie op nocnsf.nl/verduurzamen.